Ladies and gentlemen, on my right, Gabrielle Adcock and Chris Adcock, England. And on my left, Selena Piek and Robin Tabeling, Netherlands. Gabrielle Adcock to serve to Selena Piek. Love all. Play. Eight, five,
7. Wow.
Fight! Play. Three.
7, 6,
18, 13.
finale. De sessions, je hebt geschiedenis gespeeld samen met Selena. Ja, fantastisch. Geen andere woorden voor, maar wat een pot. Dat is weer heerlijk om het hier te doen vandaag en in de boeien te gaan. Ja, super. En toch klinkt het raar, want ik had dat gevoel gisteren al. Gisteren stonden jullie zo goed, zo snel bovenop te spelen. Hoe was dat toen straks aan het begin van deze wedstrijd? Waren jullie toch een beetje tikkeltjes zenuwachtig? Natuurlijk, we zijn altijd aanwezig, maar het hoort er ook bij, het maakt het ook juist goed. En je is goed begin, maar een beetje afstand, dus we zijn elke keer een puntje voor, kwamen weer terug. Maar uiteindelijk gaan we heel steeds beter lopen en ik zit aan de school, dus het is heerlijk om die 1-2 gaat voor zijn aanloop. Duidelijke cijfers, maar toch ook grote complimenten voor deze Engelsen. Die Engelsen die al zo lang aan de top meedraaien en ook op weg gaan naar Tokio, dus zeker alle credits over Chris en Gabriel. Ja, 100%. Ze zijn niet niks. Ze hebben volgens mij in de weg naar de finale echt wel een goede kans geslagen. Laat ik keer op keer zien dat zij gewoon constant kunnen presteren. Maar dat ze wel zo goed van de baan staan en ons spel opleggen. Ja, heerlijk. Niet alleen dit fantastische resultaat, maar ook een resultaat van eerder dit jaar, is een fantastische volgende stap naar de Road to Tokyo. Ja, zeker weten. Kijk, elke goed resultaat is welkom, elk resultaat telt. En je moet onze concurrenten voorblijven. En ook zo'n overwinning geeft een heleboel zelfvertrouwen. Het is nog een lange weg te gaan. En ik ben echt een hele grote struis op wat dat betreft. Ik wil gewoon elk woordje neutraal in gaan en zie ik 1 mei wel voor mij zitten. Ik schrijf er gewoon voor vrij. Hey, vandaag heel veel familie ook aanwezig. Daar zijn jullie natuurlijk ook weer binnen. Als voor familie, maar zeker hier ook in Almere, heeft er zeker aan bijgedragen voor dit prachtige historische moment. Ja, 100%. Ik zeg altijd voordat de Dutch Open begint, dus dat het ver mogelijk wil komen, want zeker in het weekend is het zo druk en het geeft zo'n kick om weer te spelen. Ja, super. En die kick gaan wij aan jullie nog één keer geven. Een applaus is voor jullie. Thank you.